Goedendag allemaal, welkom bij de zoveelste musicoblog, vlog eigenlijk vanuit ons huis in Zeeland met opnieuw Zeeuwse vrouwtjes achter ons. En naast het beeld naast ons, daar ziet u een bekend gezicht voor velen die met musicoreizen zijn meegeweest. Het is Bas Duijzer, onze chauffeur. Dag Bas. U ziet mij weer gelijk, wie zich goed voorbereidt is natuurlijk de chauffeur en niet de reisleiders, want die zijn er toch een beetje in casual kleding. Maar het is leuk om Bas even te spreken nadat we 14 dagen lang eigenlijk virtueel aan de slag zijn geweest via onze website, via Facebook, om een heel bijzondere reis die we zouden maken naar Santiago de Compostela, half met de bus, half ook stukjes lopen. Dat hebben we virtueel afgerond, steeds iedere dag een verslagje geschreven hoe die dag was. Maar we vonden het leuk om samen met Bas en zijn bus op de achtergrond even die reis na te spreken. Hoe is het je vergaan, Bas, virtueel in je hoofd naar Santiago reizen? Nou, ik moet je vertellen dat ik heb het eigenlijk al bijna ervaren alsof we echt weg zijn geweest. Je hebt natuurlijk gedurende de afgelopen dagen allerlei locaties voorbij zien komen. We hebben filmpjes geplaatst, foto's ter ondersteuning van de tekst. En het grappige is dat ik toen ik eergisteren mijn laatste tekst had ingeleverd, zeg maar, sorry voor mijn stem, ik ben een klein beetje verkouden. Ik tegen Linda, mijn vriendin, vertelde van, het voelt eigenlijk best wel een beetje alsof we echt zijn weg geweest. Ja. En het maakt dat je ook heel erg uitkijkt naar het moment dat we het echt gaan doen. En ik hoorde dat jij wat getallen hebt over wat we aan aantal kilometers en zo hebben afgelegd. Dus barst maar los met je lijstje. Ja, ik heb een kengetallenlijstje gemaakt. De mensen die wat vaker bij mij in de bus hebben gezeten, die weten dat ik het gewoon grappig vind om een beetje bij te houden. Dus ook deze keer deel ik het graag. Laat ik met de pelgrims beginnen. Hè. De mensen die gelopen hebben, die hebben 38,5 kilometer gelopen. We hebben ongeveer 4500 kilometer virtueel gereden. Met een gemiddeld gebruik van 1 op 4. Wat maakt dat we 1125 liter dieselolie verstookt hebben. Al met al hebben we bijna bij elkaar 63 uur in de bus gezeten. Dat is best veel, hè? Dat is heel veel voor om te reizen, zeker, ja. Maar leuk om te doen. Ja. Er zijn 320 bekertjes koffie doorheen gegaan. Ik heb 441. Ja. Ik heb 441 keer de koffers van de muzikowers in mijn handen gehad. Hoe is met je rug? En op 8 verschillende bergen geslapen. Dat zijn de kengetallen die ik voor jullie op een rijtje heb gezet. Leuk om te horen. In dat opzicht ook wel anders dan onze andere reizen, waar we meestal naar één hotel gaan, daar 4 of 5 nachten blijven. Dit was echt van hotel naar hotel. En dat is, je ziet daar al heel veel, maar het is wel een hoop verschillende bedden, een hoop verschillende hotels inderdaad. Dus, heel leuk om te horen. Ik bedoel, dit was nou een virtuele reis. We hopen natuurlijk, maar daarover straks meer, deze reis een keer in het echt herhalen. Maar hoe zie jij de toekomst? We zijn zelf heel erg bezig met hoe kunnen we die groepen op pad helpen? Wat gaan operahuizen aanbieden? Hoe gaan we met z'n allen in het theater zijn? Het zijn natuurlijk allemaal dingen die heel onzeker zijn. Zijn jullie daar als bedrijf, als Beuk, ook al mee bezig? Hoe kunnen wij weer in een bus, in een touringcar gaan zitten in de toekomst? Oké. Ook Beuk is daar als touringcarbedrijf erg druk mee om te onderzoeken wat er kan en vooral ook wat er mag. Op dit moment heeft ook Beuk bussen beschikbaar die coronaproof zijn, zoals wij dat dan nu noemen. En de maatregel die daarin getroffen is dat er banken uitgehaald zijn, zodat wanneer je alleen de zitplaatsen bij het raam gebruikt, er 1,5 meter afstand ontstaat tussen passagiers die mee mogen. Die moeten dan min of meer gekruist ten opzichte van elkaar gaan zitten. Op die manier kunnen we 12 mensen kwijt in een bus die normaal gesproken voor 48 personen geschikt is. Dat is dus relatief heel weinig. En wat onderzocht wordt op dit moment, je kunt er ook al wel wat in de media over lezen, is dat we werken met plexiglasplaten of wat zijn dat? Van die campingtent hoesen, zeg maar, transparante plastic. Om te kijken of je daarmee zitplaatsen een klein beetje af kunt schermen. En in dat geval zou je dan alle zitplaatsen aan het raam kunnen gebruiken. Een soort anti-hoestscherm, zeg maar.
En dan kunnen we, de helft van het aantal passagiers wat in de bus kan kwijt. Dus is 24, dat is al een heel stuk meer. En een stuk rendabeler. Buik zal zich vooral laten leiden door de richtlijnen die het KNV gaat hanteren. Dat is een overkoepelende organisatie voor touringcarbedrijven. En met een kleine knipoog naar wat doet het OV. Ja. En de openbaar vervoer heeft natuurlijk eigenlijk precies hetzelfde probleem als wij. Niet alleen de bussen, maar ook de treinen en de vliegtuigen. Dus het is een probleem wat bij alle vervoerstransporten speelt. En zo gauw zeg maar, daar groen licht komt van op deze manier is het akkoord, zullen we dat gaan doen. Maar leading is wat KNV zegt, want veiligheid gaat natuurlijk ook nu nog steeds voorop. Ja, absoluut. Dat geldt ook voor ons, dat wij die richtlijnen heel erg volgen en daar ook niet van af gaan wijken. Wat niet mag, mag niet. En dat is een heel jammer, maar dan duurt het maar wat langer, helaas. Daarvoor. Hey, en wij, ik zei net al, we willen kijken of we die Santiago-reis, die toch te leuk is om te laten liggen, denk ik, om wat mee te gaan doen in de toekomst. We denken nu aan half maart 2021 om die te gaan herhalen. Uiteraard hopen dat jij dan ook weer van de partij bent om met ons mee te gaan. Maar dan hopen we natuurlijk al wel met een volle bus te gaan en dat alle regels wat soepeler zijn geworden. Tot die tijd gaan we op zoek naar hoe kunnen we het nou aanpassen aan die nieuwe maatregelen. En hopen wij dat we toch wel in het najaar weer een beetje van start kunnen gaan. Dus dat we jou dan zeker tegen gaan komen achter het stuur op een van de musicoreizen. Ja, zo mooi zeg. Ja, leuk. Dus tot die tijd hou je haaks, hou je sterk en blijf gezond ook. Vooral dit is gewoon een normaal kuchje, het is geen coronakuchje, wel een coronabaardje trouwens bij jou. Ja, staat je goed. Staat je goed, heel goed. Ja, dankjewel. En hopelijk tot heel erg spoedig in ieder geval. En veel dank voor je inzet tot nu toe. Ja, fijn. Ik heb het hartstikke leuk gevonden om het te doen. Jullie ook bedankt. Leuk dat we het gesprek hebben gehad. En de groetjes. Tot de volgende keer.